Goedenavond, Silvering 650 rijders of CX650E rijders. Zoals jullie zien ben ik verder gegaan met het motorblok. Ik heb de oude Nokka's gooi ik eruit. Ik heb een andere teruggevonden. Die gaan we erin zetten. Aan de voorkant heb ik de deksel al gemonteerd. Nieuwe oliefilter erin, olieboutje erin. Nieuwe boutjes voor de olie erin. De koppeling zit al op zijn plek. De boel is schoongemaakt. Even kijken of je dat mee kan kijken. Nou, net zie je het. Nokkaartje erin zetten. Even kijken. Denk aan de ring. Vergeet de ring niet. Ik vind hem niet schoon. Ik heb altijd doekjes bij de hand. Zo. Die kadanolie of kadanvet. Vet ik alles mee in. Zo kan het ook nog. Zo. Zet ik erin. Hoppla. Moet soepel draaien. Recht zitten. Je mag wat speling voelen. Niet al te veel eraan. Even kijken, dan mis ik wat. Dit was de oude. Nee, dat is de nieuwe al. Die oude heb ik al weggegooid. Daar kon ik slijtageplekken op vinden en dat wilde ik niet. Wat ik nou doe, het is voor mij niet echt nodig. Daar heb je de spie zitten. Of het spietje. Zet ik naar boven toe. Doen we deze erop. En dan maak ik even een aantekening dat die daar zit. Dat is de stand dat die boven in beeld zit. Daar mag ik graag mee werken zo. Vraag me niet waarom. Het is gewoon een standaard procedure. Deze geweldige Nokka's die gooien we weg. Die kunnen we tijdens een clubweekend wel gebruiken voor Nokka's werpen. Even kijken, wat was ik van plan te doen? Oh ja, we gaan natuurlijk kijken. Jullie kijken mee, dus ik moet ook wat laten zien. Ja, natuurlijk, foutje. Zo gemakkelijk komen ze daar niet vanaf. Even kijken. Ja, blijft inderdaad niet hangen, zo soepel gaat het. Even kijken. Ook hier zit zo'nzelfde soort ring. Aha, daar is de olievuld. Zo'nzelfde soort ring als van de koppelinghuis. Zo'nzelfde soort schuine ring. Daar doen we moer op. Oké. Zo. Hoppakee. Zo, nou valt hij niet meer. Zo, hoppakee. En ik laat hem eigenlijk in deze stand staan. Ja, nou komt de truc van mij. Ik heb gereedschap gemaakt. Ik zal even kijken of je nog een beetje camerabeeld hebt. Ja, dat heb je wel. Zo, iets beter. En dan, wat ik dan doe... Waar is mijn andere sleutel? Hier zo. Ja, ik ben een beetje moe. Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Maar ja, dit is voor mij ontspanning. En hoe gek het ook klinkt... Ik heb daar gewoon behoefte aan om even 's avonds laat... rustig met de motorblok te praten. De een zal mij wel gestoord vinden, maar ik kan daar niet zo mee zitten. Even geen mensen om me heen. Even gewoon lekker relaxed sleutelen. En dat heb ik eigenlijk al mijn hele leven gedaan, van jongs af aan. Zo. Zo, hopla. Even kijken met de camera of ik het kan laten zien een beetje. Ja. Als je goed zou kijken in dat blok vind je daar een heel klein tandje en daar ook een gietrandje, een naad als het ware. Die zit vlak bij de twee boutjes. En wat je eigenlijk doet is een lineaal eroverheen leggen. En dan controleer je of dat die mooi staat. Dat is de basisstand. En hier zit een lijntje. En dat lijntje moet naar de krukas in het midden. Nou, die staat verkeerd. En ik kan jullie een klein geheimtje vertellen. Als je hem op tijd wil zetten. En je hebt de cilinderkoppen er toch af. Dan kun je
door de linker cilinder in de bovenste dode punt te zetten, de zaken goed zetten. En ik voel nou met mijn linkerhand. En het maakt op zich niet zoveel uit hoe die staat. Zo. Even kijken, die staat goed zo, dat is goed. Dan controleer ik toch nog eventjes het beeld zo. Mag ik nog ietsjes verder. En in het boek staat tussen de tweede en derde tand, moet je hem zo kunnen vinden. Tweede en derde tand gemeten vanaf deze. Ja, het blijft voor mij ook steeds moeilijk. Maar de ketting zal ook wel een klein beetje de fout straks corrigeren. Als je iets te ver of te ver terug zit, zal de ketting dat ook corrigeren. Nou, we hebben hem op tijd gezet. Voor zover ik weet. Even zien, wat mis ik nog? Ik mis niet zoveel af. Oh, deze wordt mij ook wel eens gevraagd. Hoe moet hij erop zitten? Nou, je kan hem zo zetten. Alleen dan pakt hij niet de volle vertanding. Je kan hier gewoon mee rijden hoor. Komt wel goed. Alleen als ik ermee rijd, breekt de broer misschien kapot. Eigenlijk moet hij zo. Dan heb je de volle borststuk. De volle breedte in de meenemer pak je. En ook hierop pak je gewoon de volle breedte. Klaar. En dan zit hij goed. Dus hij moet er dus. Dat moet dus naar je lager toe. En dan is het klaar. Ik ga even wat spullen pakken en ik zal straks de camera weer aanzetten. Oh, ik zie nog wat anders. Kijk eens goed, hé. Dat vind ik niet zo leuk. Even goed controleren. Even kijken. Misschien dat je meekijkt. Dat zie ik nou pas. Hier is aangeslepen. Ik ga even wat spullen pakken. Tot zo.